dat jullie weer kijken. Nieuwe vlog. Wat gaan we deze week doen? Nou, zoals ik verteld had in de vorige vlog. Aardappelen rooien. En er komt nog een vierrijige looftrekker van Vegniek. Vanmorgen is natuurlijk de kistenvuller gebracht. Die gaan we ook bekijken. Maar eerst aardappels loofklappen. Deze aardappels zijn al mooi op retour, de Lady Jane. En ik klap ze nu en ik rij nu met de rijenspuiter achteraan om middel te besparen. Maar hiernaast staan nog groene aardappelen. Saprodi, die zitten heel vast aan het loof. Dus die gaan we met de looftrekker trekken. En dat bespaart natuurlijk nog meer chemie, want daar gebruiken we geen chemie. We gaan het allemaal zien. Hoe het gaat lopen deze week. Dinsdagmorgen. Vandaag aardappels rooien. Voordat we dat doen, gaan we eerst de greppel dichtploegen. Dan kunnen we de laatste stam ook mooi meepakken met de aardappelrooier. Dat was een snelle reparatie van de aardappelrooier. Nadat we een paar kiepers gerooid hebben, ging de hoofdas van de mat kapot. Een as van 50 mm gebroken. Maar daar zat al een oude breuk in. We gaan weer aardappelrooien. Dankzij de snelle inzet van Groenoord en Meloord. Na de pech hebben we gisteren een mooie hoek kunnen rooien. Dit zijn de laatste twee rijen van het perceel Orchestra. Gaan we zo lossen. De boel opstarten. Er zit daar een rol, die loopt een beetje aan. Niet ernstig. En wat hebben we om de dikke af te tappen? De bovenmaat, een Boxfiller Pro van VAM. Wordt afgewogen op 1200 kilo. Als de bunker vol zit, gaat hij bufferen met die band. De kist omhoog, totdat hij daar tegen de voller aankomt en dan gaan de kleppen los. Het lampje blijft zo branden als die vol zit. Dan ga ik even bij het looftrekken kijken. Bikje en Jan die werken dat hier even af. Techniek heeft de looftrekker een beetje veranderd. Vierenstaal en kunststof aandrijfrollen. En het frame opengemaakt. En de elektrische verstelling vanuit de cabine. Volgens mij gaat het heel mooi, of niet Stan? Het gaat heel mooi, ja. Geen aardappels eruit en de meeste stengels er ook uit dus. Stan die gaat nog even iets uitleggen over de stengels en de knollen. Voordat we gaan looftrekken kijken we altijd hoe hoog de aardappelen zitten. Dus wat doen we dan altijd? We gaan eerst even graven. Kijk,
En eigenlijk heb je met looftrek altijd een beetje grond nodig. En wat je hier al ziet, de saprodie zit dit jaar heel erg hoog. In combinatie met dat ze eigenlijk heel stevig ook aan het loof zitten, zoals je wel zo kan zien, is het doorgaans een heel moeilijk ras om loof te trekken. Maar zoals je hier kan zien, gaat het eigenlijk ontzettend mooi. Geen aardappels uit de rug en geen stengels meer vast in de rug. Gaat super. Regeling per element en hiermee kunnen we bij spuitsporen of in een G kunnen wij elementen opheffen. Okay. En dit is gewoon naar voren en als we hem naar achter doen, dan gaan de elementen open, dan gaat hij lossen en dan stel dat je een prop hebt, kan je hem nog eens schoppen. Daar hoef je de trekker niet meer uit. Okay. Dat is het plan. Dat waren Stan Koning van Vegniek en Han Vaanderager met de venttrekker, met de vierrijige looftrekker. Dat ging prachtig. Bedankt. De rooien zitten weer op voor vandaag. Het was een mooie dag vandaag. Mooi hoeken en rooien. Weer een ras eruit. Mag ik een ritje rijden met de nieuwe combi? Het restant gaan we de stortbak en de keepers en de aardappelrooi schoonmaken. En dan kijken naar het volgende perceel of we nog een perceel kunnen rooien vandaag. Er komen wel behoorlijk witte kluiten, dus het is de vraag of het gaat lukken. Hey Mikje, ben je ook weer van de partij? Ja, ik ben er ook mee. Ze helpt heel de week al mee hoor. We hebben de PAM Monofiller Pro weggehaald. Nu komt hier alleen grond en hier kluiten en krieltjes. De aardappelen vallen hier en de kluiten hier. Keeper nog een beetje omhoog doen. Voordat we kunnen gaan aardappelen rooien, ga ik kijken of de oude moeren weg zijn. En kijken of er heel veel witte kluiten zijn. Ik licht een stam op. En dan kijk ik of de oude moeren weg zijn. Nou, die is dus nog niet weg. Nog even op een andere plek kijken. Dit is gewoon dus nog te vroeg. Deze musica kunnen we nog niet rooien. Gaan we eerst naar een ander perceel kijken. Gaan we naar de soprano. Dat waren de laatste van de soprano. Daar zaten blindgangers in. Dat wil zeggen pootaardappelen die niks gedaan hebben. Nou had ik een paar mooie bewaard, maar die zijn ondertussen opgeruimd. Het is nu zaterdag 9 september. 66 jaar terug, zei mijn vader. Geen van de vier jongens hoeft boer te worden. Want toen was het zo nat
Hij rooide toen de aardappels in jute zakken. Die werden op grond gezet. Die moest hij omkeren omdat de bodem van de zak eruit wegrolde. Zo nat was het. Wat dat betreft gaat het nu best heel mooi. Wikje die laat je even wat van die blindgangen zien. Zijn amper aan te onderscheiden. Kun je ook dan wat zeggen? Ja. Kijk, hele gave oude aardappelen. Dat zijn de duurste tot nu toe. Een jaar terug hebben ze opgerooid. Ze hebben een half jaar in de grond gezeten. Niks gedaan en nu nog een keer eruit rapen. Ja, heel veel werk. Ze zijn eruit. Jelle die schuift de koppakkers nog even vlak. Dan gaat hij vanmiddag zaaien. Er werd een vraag gesteld van de keuze groenbemesters. Zoals vorig jaar heb ik na de aardappelen bladramenas gezaaid. Is wel resistent tegen aaltjes. We gaan hier nu gras zaaien om de aardappelopslag te bestrijden. Dat straks de schapen erop kunnen. Die vreten dan misschien nog wat op en dan verstikken de knolletjes. Want liggen hier nog veel aardappelen. Hier ligt toch nog een aardappeltje. Dus ja, elke aardappel is te veel. Gras zaaien, Engels rai. Jelle is begonnen met zaaien, waar we de eerste aardappels gerooid hebben. Hier komen volgend jaar de uien. Kijken of het goed gaat. Zich er prima mee. Dat was hem weer voor van de week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.